In deze video leert u de basisprincipes van het AdBlue systeem, waaronder hoe u het AdBlue systeem bijvult. Om aan de steeds striktere emissievoorschriften te voldoen, is uw auto niet alleen uitgerust met katalysators van een nieuwe generatie, maar ook met SCR-technologie, Selectieve Katalytische Reductie, waarvoor een additief in het dieseluitlaatsysteem wordt ingebracht. Dit additief wordt dieselemissievloeistof, DEF, of AdBlue genoemd. AdBlue is een niet-giftige vloeistof die ureum en demi-water bevat. De vloeistof wordt uit een reservoir in het inlaatsysteem gezogen. Rijstijl, belasting van de auto en motorgrootte zijn slechts enkele van de factoren die het AdBlue-verbruik beïnvloeden. Het gemiddelde verbruik is ongeveer 1 liter AdBlue voor elke 1600 kilometer die u aflegt. Als u de auto start, verschijnt op het informatiedisplay een serie berichten als het AdBlue-pijl te laag is. Het is belangrijk dat u deze berichten niet negeert. Maak zo snel mogelijk een afspraak met uw lokale dealer om het AdBlue-reservoir bij te laten vullen. Als u de dealer niet haalt voordat de AdBlue opraakt, kunt u het reservoir zelf bijvullen. Hiervoor hebt u twee standaard non-drip navulflessen nodig. De flessen bevatten elk 1,89 liter AdBlue. Controleer voordat u gaat bijvullen of op de flessen één van de specificaties ISO 22241-1 of DIN 70070 staat vermeld. Het AdBlue reservoir bijvullen. Zoek eerst de AdBlue vulopening en draai de reservoirdop linksom om deze te verwijderen. Verwijder de dop en plaats de navulfles op de vulopening van het AdBlue reservoir. Draai de fles rechtsom totdat deze vastgrijpt. Druk op de onderkant van de fles totdat alle vloeistof in het AdBlue reservoir is gelopen. Draai de fles vervolgens linksom en verwijder hem. Herhaal de procedure met de tweede fles. Plaats de dop van het AdBlue reservoir terug en draai de dop rechtsom tot u een klik hoort. U kunt nu de motor starten en het bericht moet van het informatiedisplay verdwijnen. U moet wel beseffen dat u alleen het AdBlue reservoir hebt bijgevuld. U moet een afspraak maken bij een erkende dealer om het volledige systeem bij te laten vullen. Het kan tot een uur duren voordat de auto vaststelt dat de vloeistof is bijgevuld of verversd. Zie voor meer informatie over deze en andere functies het instructieboekje bij uw auto. Voor hulp of advies kunt u contact opnemen met uw dealer, die u graag te woord zal staan.